Hoi jongens, welkom bij weer een nieuwe vlog. De laatste keer dat ik heb gevlogd was toen we net thuis waren van vakantie. Onze vakantie in Frankrijk. En daarna heb ik ook nog iets van 5 weken gevlogd. Maar dat heb ik allemaal niet gebruikt. Omdat ik toch gewoon niet meer zoveel tijd wil filmen in verband met mijn werk en zo. Maar nu gaan we weer op vakantie. Het is nu herfstvakantie. Ik ga gewoon 1 vlog voor jullie maken. En we zijn nu net vertrokken. Het is nu vrijdag 20 oktober. En ik ben gewoon na mijn werk, wat ervoor gezorgd dat ik heel veel gedaan had. Dus na mijn werk heel snel naar huis gegaan. Nog een uurtje even gedoucht en nog de laatste dingetjes ingepakt. En nu gaan we weg. En hier zit Ruben. Hallo jongens, ten eerste gaan we nooit op vrijdag rijden. Want het is echt super erg file. En we doen al 3 uur over 50 minuten. Wat normaal gesproken 50 minuten zou zijn. Dus in al die tijd dacht ik, nou dan ga ik even een hotel uitzoeken. Dus ik ben aan het kijken. Nou, ik zal het niet zo lang vertellen, want het is saai. Komt het erop neer dat ik mijn reservering bekijk in mijn mail en dat de datum gewoon veranderd is. Het is 20 oktober, vrijdag. Ze wilden van vrijdag op zaterdag. En we hebben nu een reservering voor zondag op maandag. 19 november en 20 november. Dus de website heeft dat gewoon veranderd. Nou, de hoteleigenaar is echt, of de receptionist is echt een... Ik mag dit schelden. Echt niet normaal. Ik zeg van nou... Ik zeg ja, het geld is en dat. Ik zeg ja, het geld is binnen. Ruben belde dan. Ik heb gebeld. Toen heeft Booking.com ze gebeld. Toen heeft Ruben ze gebeld. Het geld is binnen. Het enige wat je hoeft te doen is even te wisselen van datum. Weet je wel? Want die van 19 november gebruiken we toch niet. Dus mocht iemand die kamer willen overnemen, hij was 62 euro met ontbijt. Mooie kamer. 19 november in Karlsruhe. Super balen. En nu wachten we even tot er een eetgelegenheid voorbij komt. Niet eens geluncht en het is al bijna 6 uur. Dus dat was nu het leuke begin van deze vlog. Oké jongens, ik ga een heel lang verhaal kort maken, maar we hebben mijn moeder ingeschakeld. En nou echt de hele avond mailen, echt net toen we langs Karlsruhe reden, kreeg ik te horen dat het kan. Dat er een andere secretaresse was. 411. We zijn heel benieuwd, want tot nu toe is het best wel chic. Ik dacht, ik ga niet elke update met jullie delen, want dat is super saai. Hier is 412. Oké, ja, ik ben echt super benieuwd. Het is nu al 11:45 bijna. We zijn echt heel mooi. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij is het echt top. Een bad? Ja, dan zie je dat het top is. Het is wel heel benauwd. Ik hoorde dat de badkamer minder was of zo. Ja, oh ja, de vloer. Maar het is 62 euro. Oh, het is heel oud. Oh, het is oud, maar we hebben denk ik nu ook echt de oudste kamer gekregen. Oké, okay, nu zagen we beneden de speelhal, dus we gaan heel even kijken. Nee, maar we moeten laten binnenkomen. Altijd gewoon? Ja, dat is gewoon een losse ding natuurlijk. Ja. We hebben nu gewoon ingecheckt. Maar dat ga ik even niet filmen. Hier is de kluis. Vertel even hoe het was. We gaan nu naar die spullen. Nog heel even jongens. Dit is dus wat ik heb geboekt. Kijk die badkamer. Dit is het ontbijt. Oh. Dit. Zien jullie dat? Het is wel grappig als je het vergelijkt met de foto's. Die kast. Oh. De badkamer, maar even de badkamer. We zagen eerst die badkamer. Het boeit me allemaal niet, ik ben gewoon heel moe. Maar dit is wel alleen net een AliExpress review, hotel review. Vergelijken. Hallo. Het is inmiddels tegen 1. En ik had dus mijn camera niet mee, wel jammer, want het was best wel leuk. Het leeft hier zo erg. Eerst zei ik tegen Ruben, laten we het thuisbezorgd doen. Nou, je hebt hier echt wel meer dan 10 opties voor thuisbezorgd gehad tot 3 uur 's nachts. Superleuk. Een vattige pizza. Dit heeft Ruben gegeten en ik heb meegegeven. Maar het was dus heel leuk, want daar heb je gewoon... Ik zeg, tot we laten jullie open. Ja, van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. Dus, zet lekker. Goedemorgen jongens, kijk even naar dit prachtige uitzicht. Echt een vakantiegevoel. Sorry, we zijn heel erg aan het dollen omdat alles zo crappy is. Oké, ik moet me aankleden. Jongens, we zijn bij het ontbijt geweest, maar ik was dus mijn camera vergeten. Maar ik had heel erg op Snapchat snel wat gefilmd, dus dat zal ik wel even laten zien. We liepen dus door de gang. Vertel even mee, Ru. Nou,
Nou, we liepen gewoon door de gang en alles is gewoon gereserveerd. En deze kamer moet nog gereserveerd worden. Dat denken wij, hè? Oh, je kan buiten wel gourmetten. Kijk. Gourmetten? Nee, joh, dat is een... Maar we zagen dus inderdaad precies de kamers van de foto's. Heel mooi zwart interieur, hele mooie badkamer. Kijk, hier zie je ook alle dingen met een scheur. Ruud denkt dat bij ons alles gedumpt is, gewoon als ik maar alle oude meubels. Dat we misschien wel de enige kamer zijn, of een van de weinige. Maar het ontbijt was echt wel goed. Oké, we zijn gaan lopen. We gingen kijken bij de auto. Eventjes hoe ver naar Primark was, en dat was 800 meter. Mooie dag, hè? Heel lekkere dag en het is lekker pas 10:30. Super chill. Oké, jongens, we hebben 12 minuutjes gelopen. Ik word helemaal blij, want ik vind het zo leuk om te zien. Daar zit de DM, daar wilde ik ook heen. Hier is de Starbucks. En kijk, dit is de Primark. Het is een super mooi gebouw. Ik ben zo blij dat we toch gestopt zijn. Dus we gaan nu naar binnen. Ik ben echt benieuwd. Kijk, we zijn er. Oh, volgens mij is hij echt groot. Ja, het is hier heel heet. Oké, jongens, ik ben zo benieuwd. Ik ga nu even los. Oké, jongens, ik heb hier zoveel en ook dingen die ik echt nog nooit eerder heb gezien. Zoals al deze maskers. Super vet. Hebben jullie dit ooit gezien in Nederland? Deze heb ik ook nog nooit gezien. Die Hydro Acid en dit. En hier, zie ik allemaal Charcoal. Maar ja, ik kan alles wel kopen. Ik denk altijd dat ik jullie laten zien, maar ik kan het ook gewoon nu even filmen. Ook super schattig. En ook hier die Instagirl. Dit is allemaal Instagirl. Maar bijvoorbeeld deze zijn echt super mooi. Maar die zijn 8 euro. Dus ga ik niet kopen, die highlighters. En rijspoeder en zo. Echt super fijn. Kijk, ik heb bijna niks bij Primark gekocht. Echt niet boeiend. Ik heb alles teruggelegd. Komt allemaal onzin. Veel meer snel. Ruben heeft een nieuwe cheesecake muffin. Super lekker. Dus een muffin met cheesecake in. En ik heb dus een... Je hebt dus pumpkin spice latte en pumpkin spice frappuccino. Maar ik wil geen frappuccino, want dat is met... Is lekker? Nee, ik hoef niet. Dat is met, weet je wel, slagroom en al die troep erin. Dus ik zeg, mag ik een pumpkin spice latte, maar dan koud? En kijk hoe oranje het is. Super cool. Ik ben heel benieuwd. Er zit allemaal kruiden op. Hoe leuk ziet dat eruit? Oh ja, het is echt heel zoet. Ik zei, ik wil niet zo zoet, maar zit er wel koffie in? Ja, ik vind het best wel lekker. Ja, was leuk. Hey. Oké, hallo jongens. Ik heb even dit om me heen. Ik heb badjes gekocht bij de DM. Deze was 3 euro. Dit is van Trico Moon. En dan Lychee. Dat ruikt echt super lekker. Ik heb bijvoorbeeld gewoon echt ook heel goedkoop zo'n ooglotion. Dit kost echt €1,25. Een zilver shampoo spoeling. Ik heb me ook echt wel moeten inhouden, want alles van Balea is super goedkoop. Dit is echt dan 40 cent of zo. Een peel-off masker. Ook heel leuk van Chircomon. Chai Tea. Dat is dan €1,25. En ook nog van een ander merk weer voor in bad. Want we hebben daar een bad. Dit is dan 4 euro. Maar dit moest ik echt hebben. Zo leuk. Watermeloen doucheschuim. Nog meer voor in bad. Ook geweldig. Dit is gewoon het goedkoopste merk, hè, van de M. Balea. En dit kost ook echt iets van 1,20 of zo. Dat is handschuim. Dus een soort handcreme, maar dan in schuimvorm. En nog voor 40 cent een haarlak, want ik had altijd pluishaar. Ook nog iets van zilver shampoo, een soort verzorging. En voor in bad, super leuk, dit watermeloen blokje. Echt wel leuk, het ruikt heel lekker. Deze heb je ook in Nederland, die zijn hier dus maar 2 euro. En deze ken ik niet, dus een roze haarspray, super lekker. Die was 4, dus dat is weer wat duurder. En nog zo'n handschuim. Misschien mis ik nog wat hoor, maar dit is echt super leuk. Deze zijn 6, maar ik moest ze hebben. Limited edition EOS met mint en dan nog een geurtje. Dus dat was het even. Ruben was even plas op een vieze leus. Echt, niet helemaal vol met poep. Deze had ik bij de Primark. Iemand had poep aan de bril. Zeg maar overal helemaal. Ja hoor, dat was in de vorige vlog ook. Dat was nu echt zo. Oh, nou alweer dus. Okay, ik weet hoe mensen zo poepen. Mensen pakken dus een bril met en dan smeren ze het over de dingen. Ja, dat kan het niet. Helemaal netjes zo, als een gesuurd gebakje. Niet zeggen. Zie je het? Als een glazuurd gebakje. Van de auto kan je dus nergens je camera neerzetten. Ik ga hem nu openmaken met één hand. Lukt niet. Die mint, EO is echt maar niet flinks. Is dit mint koffie? Grappig. Het ruikt een beetje romig. EOS, ik wil ze allemaal, maar ik gebruik het ook echt. Hij is heel dik. Nog dikker dan normale. Hij smaakt lekker, maar ik vind hem niet heel boeiend. Hij ziet er ook niet eens heel leuk uitzien. Die roze vind ik leuk, maar die had ik al. Die hadden ze ook. Ja.
Ik vind een gewone mint chiller, een soort mint met iets zoetigs. Ook weer heel dik. Ik wou ze gewoon proberen, maar ik vind ze niet echt geweldig. Dus ik zou er niet echt naar op zoek gaan ofzo. Ik vind een normale lekkerder. Zeven of zo. We zijn bij de Carrefour, die was dus het 8 uur open. Kijk, hier is ons autootje. Kijk hoe goed ons autootje dat weer heeft gedaan, hè? Hele auto zit nog vol. Want morgen is het zondag, dus we zijn heel blij dat we het gered hebben. Dus we gaan nu lekker boodschappen doen. We zijn weer in ons huis. We voelen ons meteen thuis. We zijn even aan het uitruimen en we hebben echt geen honger. Dus ik had zo'n legumesoep. Het lekkere aan Frankrijk soep. Jeetje, we zijn zo moe. Is dat het dus niet zoals in Nederland bouillon is met stukjes groenten. Tenminste uit mijn ervaring. Maar dat het dus gepureerde groenten zijn. Dus je hebt echt een dikke soep. Dat vind ik heel lekker. Ik laat nog heel even snel, ook heb ik te laten zien. Ik heb hier snel een shot van mijn spullen. Ik vind het zo heerlijk om het uit te stallen. Dit heb ik... We moeten in bad, Ruud. Maar ik ben eigenlijk zelfs te moe om in bad te gaan. Ik denk dat ik morgen ga. Dus dit. Het is een soort van... Het is niet vloeibaar. En het is ook niet helemaal hard. Ik ben heel benieuwd. Ik zal wel filmen als ik het gebruik. Dus dit is voor een bad. Er is nog een zilvermasker iets. Voor je haar. Twee maskertjes nog. Deze EOS. Mint is echt mijn lievelings. En ik had dan nog die haarband die ik net in had gekocht. En deze haarband, maar die is heel groot. Deze haarclip. Ik weet niet precies hoe die moet. Deze concealer leek me echt super mooi. Deze. En dit slaapmaskertje. Echt super cute. Tandenborstel, kokertjes, clipjes. Echt niks boeiends bij Primark. Dus oké, ik zie jullie waarschijnlijk morgen. Doei! Hoi, het is nu zondag en het is al avond. We gingen gisteren best wel vroeg slapen, echt om 10 uur of zo, vroeg wel. En we waren rond 9:30 of zo ook opgestaan. En het was best wel slecht weer, dus we hebben gewoon echt de hele dag een beetje gechilled. We hebben een proefvideo opgenomen. Lekker aan het genieten gewoon van zondag, want op zondag kun je hier toch niks doen. En ik ben weer aan het koken. Weer vast een momentje tussen. En verder... Niet zoveel boeiend. Ik hoop dat het morgen wel beter weer is, maar dan zijn sowieso is alles dan open, dus gaan we sowieso iets doen. En de rest van de avond gaan we nog lekker op spelletje spelen en chillen. Dus... Oké jongens, daar ben ik nog even. Mijn batterij is bijna leeg, maar ik ga nog even bad. En ik ga dus... Dat is echt zo typisch, maar ik wou dus eigenlijk het cinnamon bad nemen. Maar toen dacht ik, nee, ik wil het chai maskertje, dus ik ga ook het chai badspul doen. En dan dit maskertje. En ik zal even zeggen of het lekker is. Ik weet niet of het nou vloeibaar is of... zout is. Oké, de batterij kan elke maand uitvallen, maar het is echt badzout. Ik ben benieuwd. Oh, dat ruikt lekker. Het is ook echt heel veel. Oké, ik zie nu al dat het echt lekker gaat schuimen. Ideaal, echt om mee te nemen of zo. Super chill. Heb je deze in Nederland ook? Ik heb ze nog nooit gezien. Oh, het gaat echt heel lekker worden. Oké, het is echt flink aan het schuimen. Oké, ik ga lekker met mijn laptop en een grapefruit en gemberthee. In bad zitten. Oké, jongens, ik heb denk ik echt 3 uur in bad gezeten. Echt erg. Ik laat het masker dan ook altijd veel te lang opzitten. Maar volgens mij kan dat geen kwaad. Het rook heel lekker. Het was gewoon echt zo'n ouderwets maskertje. Doet me gewoon denken aan vroeger als je meidenavond deed. Weet je, tegenwoordig zijn maskers altijd zo overdreven. Sheet mask en allemaal effecten en zo. Dit was gewoon zo lekker modderachtig. Modder, wat is het? Weet je, het kleierige. Lekker op je gezicht. Lekker dik, wordt hard. Mijn huid is super zacht. Ik voel me helemaal schoon. Lekker crème erop gedaan. Stop. En volgens mij kost het 40 cent voor zo'n duo pak. Dus. Hey, morgen jongens, ik heb net het maskertje opgedaan. Ik ben echt net uit bed. En ik ga even ontbijten. Ruben heeft me wakker gemaakt. Heel vervelend. Je moet ze niet laten zien. Laat ze de video lekker kijken. Jawel, ik wil het heel veel laten zien. Dat is zo grappig, nee, alsjeblieft. Dan gaat ze niet meer kijken. Jawel. Tuurlijk niet. Wel. Er zit zoiets grappigs in deze video.
De lange. Sluit langzaam. Kies Peter. Denk even helemaal aan. Dat moeten jullie zelf bekijken. Ik ga helemaal stuk. Het gebeurt dus als Ruben me helpt met het maken van een video. Ik heb ook deze van een goede video genomen. Als je melk doet, is het best wel lekker. Ja. Kijk hoe die herfstkleur hier op deze dikke kleur gaan. Zo mooi, kleurig. Kijk hoe mooi, jongens. Nu worden ze nog rooier. We zijn op weg naar Chamonix. We gaan roddelen. Kijk, die weg vinden wij dus best wel eng. Zie je dat die hele weg op palen zit? Ruben had nog niet ontbeten. We zijn in de McDonald's. Want hadden we dat vorige vlog, hadden we dat een beetje eruit geknipt volgens mij. Want mensen al zeiden, je moet geen McDonald's eten. Als ik het even mag, dan het Ruben mag het. McFirst, kennen jullie McFirst? Zo'n 1, zo'n 2, zo'n 2. Hier eten, ja. McFirst is een super uit 90 minuten. McFirst is zo lekker, want het is niet zo ongezond, denken we. Ruben gaat nu betalen. Kijk deze McFirst, hè? Helemaal met ouderwetse stenen en zo. Ik heb toch wat genomen. Dit was 2 euro, kijk hoe cute. En ik had dus een noisette koffie. En dat is dus datgene wat ik van moest verwachten. Maar het is dit. Bijna koud. Maar op het plaatje zag het er echt heel anders uit. Even koud. Ja? Bijna koud. Terwijl je heel lang moest wachten. Lekker? Behalve dat het koud is. Kijk, en hier zitten we. Kijk hoe vet, jongens. Lijkt wel een spookfilm. Zien jullie dit? Je ziet de wolken gewoon in de bomen. Oké, nou, we hebben altijd echt super spannende vlogs. Het is dus dicht, terwijl er gewoon staat dat het open is. Maar in zo'n restaurant zeggen ze, ja, vanwege het weer is het denk ik dicht. Ja, maar in ons vorige vlog gingen we ook wel iets doen. En toen gingen we het uiteindelijk ook wel niet doen. Echt super saai voor jullie. Dit is het park. Kijk, jongens. Dat is wel leuk, het paarse. Dan dit. Zou dit een leuke foto zijn? Hey, jongens, sorry voor deze hele saai vlog. Ik film weer even het eten. Laatst had ik ouderavond op school en toen had de conciërge heel lekker Mexicaans gemaakt. Dus dat heb ik nu ook gemaakt. Dus gehakt, ui, knoflook, bonen, mais, een soort speciale saus en dan kaas. Chips en kaas. Ik ben zo benieuwd. Ik heb het nog nooit gemaakt. Zeg ik nu de oven in. Oké, jongens, dit is het. Ik moest 20 minuten in de oven, maar ik heb het wat korter gedaan, want het is toch al gaar. En ik vind het lekker als die kaas nog een beetje zacht blijft. Het ziet er zo lekker uit. Ruben is dus een boek aan het lezen daar. Vet schattig. Hier zijn nog wat chipjes met wat saus. Kom je, Rup? Oh, het zit er echt zo in, die kaas. Heel lekker. Kijk, jongens, zo ziet het eruit. Lekker. Eeuw, mijn touwtje viel bijna in de saus. Oké, we gaan eten. Mijn zag er ook minder lekker uit. Het was heel lekker. Toch? Heel lekker. Ja, ik vond het echt wel lekker. Wauw. Het is niet alleen maar een bruisbal. Dit is gewoon echt super chill. Zo jammer dat ik niet met flits kan filmen. Oh, jullie zien het wel. Kijk, die sterretjes. Het is nu echt al een paar minuten later. Die lossen ze heel langzaam los. Het lijkt echt van een sterrenhemel. Oké, jongens, gelukkig is Rup niet in het bad gegaan. Want kijk, ik zit helemaal onder de glitters. Het gaat er niet af, ja. Ik weet niet of er mensen zijn dat het wel chill vinden, maar ik vind het echt niet chill. Zelfs in de douche niet. Het is gewoon heel plakkerig. Nou ja. Wij vinden onszelf heel grappig. Het lijkt dat we nu Rubik op spelen met onszelf op de achtergrond. Ik hou van deze dopper. Goedemorgen jongens, kijk wat een mooie dag het is. We gaan naar Annecy, want dat vinden we toch gewoon eigenlijk het leukste. En het is hier ook mooi weer, maar daar is dan nog mooi weer. Kijk, wat een mooie dag, hè? Zo fijn. En als het goed is, morgen en overmorgen ook. Dus ik hoop het. Ik was net even tegen Ruben aan het zeggen, het is nu dus dinsdag. Wat nou als we woensdag, donderdag ook nog even hier blijven? En dat we dan vrijdag alweer gaan rijden? Ja. En dan via Parijs gaan, want je hebt dan dus wel dure tol, maar het is 50 euro. Ik vind het nog meevallen, want het is maar eenmalig. Het is niet dat we ook weer terug moeten. Want dan is het 5,5 uur rijden. En vanaf Parijs naar Nederland ook weer. Dus dan is het niet eens zoveel langer naar huis. En als tussenstop ben je gewoon dan echt naar Parijs geweest. Dat vind ik wel heel cool. En nu willen we hier dus een klein beetje winkelen. Maar eerst gaan we even op het terrasje zitten en van de zon genieten. Dus we gaan weer naar Le Munich, waar we vorige keer ook waren. Dat is Ruben's favoriet. Hij is wel helemaal blij. Oh, we gaan toch niet naar Munich, want en hij is dicht en het ligt helemaal in de schaduw. Kijk, de zon is pas aan de rechterkant. Dus gaan we even ergens aan de rechterkant een plekje zoeken. We konden echt geen één terrasje in de zon vinden, dus we gingen lekker even... Ik versus u halen en Ruben bier. We zitten hier lekker in de zon. We zitten weer in de auto. Ik heb deze sjaal gekocht.
van Zara en dit shirt, dus dit topje. Juice. Hallo jongens, we zijn thuis. Wat zouden we ook weer allemaal gaan doen? Nou, de weg was zo om dat we op een gegeven moment dachten, oh, we zijn al in het dorp, we gaan wel pizza afhalen. En toen waren alle pizza dingen dicht en toen hadden we geen zin meer. Toen gingen we maar Mexicaans van gisteren opwarmen. Goedemorgen jongens, we zijn, nou ja, middag. We hebben eigenlijk de hele ochtend lekker in de zon gezeten thuis. En nu zijn we terug bij het park. En vandaag is het gelukkig wel open. Ze namen niet op, maar we gingen er maar vanuit dat het open was. En het is open, dus we gaan nu rodelen. Nu gaan rodelen? Dag. Dachter is dat je bij die groene omhoog groene voor de windsport, hè? Dus ga je echt niet verstaan, hè? Ja? Nee, ja. Ik versta het niet eens. Dat is voor spieren, denk ik, als groene. Misschien. Oh my god, jongens, ik zit in het karretje. Ik ga zo mijn camera weg doen hoor. Ik ben dus vet bang. Daar is Ruben. Oh, kijk, je hoeft niet zo heel hard te gaan. Hij gaat ook niet zo hard. Oké, het rodelen was echt heel leuk. Maar weet je niet of we nog een keer willen? Want Ruben vindt het te langzaam eigenlijk, want hij ging helemaal niet remmen. Ik vond het wel heel leuk. Maar het is wel vet, want je gaat heel lang omhoog, maar dat is eigenlijk heel rustgevend. Gewoon heel lekker omhoog. En Valkenburg was anders, daar had je echt zo'n hendel voor je. Dit was wat luier. Het voelde eigenlijk alsof je in een achtbaan zat. Zo'n in de Efteling die rechte achtbaan en dat je zelf mocht besturen, vond ik. En nu chill ik zonder drankje, want ze hebben geen lekkere drankjes. Swag, 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 swag. Geen Instagram op je toe, je zou willen opzetten. Oké, jongens, we zitten nu hier. Hier heb ik ook een Instagram foto gemaakt trouwens. En we willen gewoon even een keer even lekker genieten van een lekker terrasje. We hebben er nu eindelijk een gevonden. Kijk hoeveel koffie ze hebben. Superleuk. En ze hebben tapas, ze hebben hele lekkere salades. Dus we zijn even aan het denken wat we gaan doen. Kijk hoe lekker. Je weet nooit wat je kan verwachten. Zien jullie het? Ondanks het tegenlicht. Gewoon een lekkere bruschetta, zelfgemaakt. Zelfgemaakte avocado. Welkom. Lakhaar. Hij stinkt hoor. Is lekker? Knoflook. Knoflook? Lekker? Ja, echt lekker.